Mijn naam is Mark Wagener, ik ben orthopedisch chirurg in het Rijnstaten Arnhem. Binnen Rijnstaten Arnhem behandelen wij mensen met heupproblemen van jong tot oud. Bij oudere patiënten plaatsen we vaak een heupprothese en bij jongere patiënten doen we regelmatig een kijkoperatie van de heup. Iedereen kent de totale heupprothese, welke vaak geplaatst wordt bij oudere mensen met slijtage van de heup. De kijkoperatie van de heup, die wij hier ook uitvoeren, wordt meestal gedaan bij jongere patiënten. De reden voor het uitvoeren van een kijkoperatie van de heup is meestal inknelling tussen de kop en de kom, ook wel impingement genoemd. Hier ziet u een model van een heup. In de normale ontwikkeling van de heup ontstaat er een ronde heupkop en een ronde, goed passende heupkom. Het kan zo zijn dat tijdens de ontwikkeling van de heup de heupkop meer ovaal of eivormig wordt. Dat noemen we een kemlesie. Het kan ook zo zijn dat de randen van de heupkom eigenlijk een beetje te hoog zijn. Dat noemen we een pincerlesie. Wanneer deze beide of afzonderlijk van elkaar aanwezig zijn, kan het zijn dat tijdens het bewegen van de heup de rand van de heupkop tegen de heupkom aanbotst. Op de rand van de heupkom zit het labrum. Dat is een kraakbeenring die als het ware het kommetje ietsje langer maakt. Wanneer de inknelling aanwezig is, kan het zijn dat het labrum in de knel komt te zitten bij het bewegen en scheurt. Dit is iets wat we vaker zien bij voetballers, dansers of mensen die bijvoorbeeld vechtsporten beoefenen. Wanneer er een labrumscheur ontstaat, kan het zijn dat dit pijn geeft in de heup en dat ervaart de patiënt dan diep in de lies. De pijn kan uitstralen in het bovenbeen en soms zelfs tot voorbij de knie te voelen zijn. Als deze klachten aanwezig zijn en het lichamelijk onderzoek past daarbij, zal aanvullend onderzoek uitgevoerd worden. Er wordt een standaard röntgenfoto van de heup gemaakt en meestal wordt er een MRI-scan gemaakt waarbij de radioloog contrastvloeistof in het heupgewricht inspuit. Wanneer de MRI een afwijking laat zien die past bij een scheur in het labrum, kan besloten worden tot het uitvoeren van een kijkoperatie van de heup. Als we samen besluiten tot het uitvoeren van de operatie, wordt u gezien door de anesthesist. Samen met de anesthesist bespreekt u of u de operatie onder algehele narcose of met een ruggenprik uitvoert. Op de dag van de operatie komt u 's ochtends het ziekenhuis in, u wordt overdag geopereerd en blijft u in principe 1 nacht in het ziekenhuis. De volgende ochtend gaat u met de verpleging en de fysiotherapeut het bed uit om te starten met de revalidatie. Samen met het Sportmedisch Centrum Papendal hebben wij het revalidatieprogramma ontwikkeld voor na de heupoperatie. Hiervoor verwijs ik u graag naar onze website voor aanvullende informatie en filmpjes.